Breum. Snelle bal verliest Volendam. Eerst schot en dan is daar bijna het eerste werk voor Van Oevelen. Victor Edvardsen haalt heel hard uit, maar het ontbreekt aan de juiste richting voor hem. Van Oevelen voor de eerste keer met de kopbal van Lindhorst. Zijn eerste redding als Eredivisie doelman. Het heeft even mogen duren, de 12e minuut. Edvardsen naar de paas van Rommets. Slim gedaan door Adekanje. Gaat hij schieten? Gaat hij het proberen? Natuurlijk staat Breum in de weg en dan valt hij alsnog binnen. Rommens maakt hem. En het staat 1-0 voor Go Ahead. Vragende blikken van Volendam-spelers gaan nog richting scheidsrechter, richting de assistent. De vlag bleef naar beneden. Gaat Martijn Vos nog even naar kijken. Daar kun je wat vraagtekens bij plaatsen. Hij telt definitief alle beelden die beschikbaar zijn. Die houden het voordeel voor Go Ahead in stand. Douiri. Twicht. En daar de kans. En niet de goal. Want Johnson schiet hem recht op de lange af. Sleepje erbij. Buur. En in de korte hoek daar via een speler van Go Ahead, dat is Kuipers geweest. Gaat die bal nog bijna in ook. De buitenkant van de paal wordt geraakt. Hij gaat het weer proberen, zover als hij kan. Damon Mirani, weer het hoofd van Nauber gevonden. Nu wel een kans voor Buur. Hij durft het toch niet aan met weerwar aan benen voor hem. Muren wel en die scoort. Maar nu de vlag wel omhoog voor buitenspel. Buur komt weer niet tot het schot. Kiest voor Douiri en die kiest voor een hele goede voorzet. En vanuit deze positie gaat dat weer een lijnenspel worden. Hier valt dat niet vast te stellen. Je bent geneigd te zeggen vanuit dit standpunt, ja, het is buitenspel. En de vermoedens worden bevestigd. Het is op het nippertje buitenspel. En dus geen 1-1. Kuipers. Dit is wel goed gespeeld. Adekanje! Nee! Van de lijn gehaald door Mbuyamba. Het is toch ook niet te geloven dat Bobby Adekanje maar niet tot scoren kan komen. Nu is er geen keeper die het voorkomt, maar een aanvoerder die geen handschoenen draagt. Johnson. Everink. Voet ervoor en die slaat nu uit. Pijn en frustratie even op het kunstgras. Staat dan toch maar weer op. Douiri met de voorzet en Nauber er dan tussen. Leroux. Ja! Die zit. Die telt. En dus staat het 1-1. Eerste doelpunt van de Zuid-Afrikaan. En het zat er ook wel een beetje aan te komen. Gezien de kansen die Volendam heeft gecreëerd. Het afgekeurde doelpunt natuurlijk al. Go Ahead. Had er ook best eentje meer kunnen maken. Maar Volendam verdient er ook zeker eentje in deze eerste helft. En heeft hem te pakken. Breum. Victor Edvardsen is er voorbij. Victor Edvardsen, de redding is goed hoor van Van Oevelen. En dat viert hij even. Mooi om dat te zien bij de Eredivisie-debutant. Edvardsen laat hem aan Stokkers. Adekanje. Ah, dat is mooi gedaan door Breum. Alleen ontbreekt het dan toch aan de afronding. De bewegingen daarvoor waren fraai. Speelt zichzelf vogelvrij voor de goal van Oevelen. Door deze beweging met zijn linker. Maar toch slap ingeschoten. Hé, hey, die valt binnen. Nee, die valt niet binnen. Je keek hem er al in, maar niets is minder waar. Wordt een nieuwe hoekschop. Torent daar hoog boven iedereen uit. Mbuyamba, maar die kan hier dat setje niet geven. Muren bij de tweede paal is er ook nog bij. Hij valt niet. Breum. En Van Oevelen. Nog steeds sukkelend. Maar hij houdt die tweede helft zijn doel nog wel schoon.
Nou, het ligt helemaal open en gestart van eigen helft. Alleen niet lekker in de loop is dit Vin Stockers. Ja, de Kanje staat nu wel buitenspel. Dat heeft Stockers ook door. Dan maar de andere kant op. Schieten en Van Oefelen weer. Van Oefelen weer. Het is toch niet te geloven. Dean James krijgt hem er niet in. En een keeper die met 9 vingers kiept, houdt die tweede helft nog steeds het doel schoon. Het is nog steeds die open wedstrijd. Ook in de slotfase. Dus hangt de winnaar ook echt nog wel in de lucht. Oh, dat schot wordt gespoord van Breum. En dan is daar de kans en wordt Van Oefelen toch nog geklopt door Enric Jansana. Wat een sof voor de doelman van Volendam. Je zou het klein bier kunnen noemen, dit drama voor die jonge doelman. Maar voor hem is dat zeker niet. Go Ahead Eagles wint de laatste reguliere wedstrijd van dit Eredivisie seizoen. Op bezoek bij degradant Volendam.